Ja, hij is bijna schoon. Dan kun je weer in je oude huisje. Hey kids! Wat leuk jullie weer zijn! Ik ben Cas de Ranger en welkom in mijn ondergrondse showheuvel. Ik ben even mijn vissenkom aan het schoonmaken. En ik heb weer een vraag binnengekregen. Hoi Cas, ik ben Ellie en thuis heb ik vissen in een aquarium. Ik maak deze altijd netjes schoon. Maar hoe maken ze het aquarium eigenlijk schoon in het dolfinarium? Ik ben super benieuwd. Groetjes! Maar dat is ook toevallig. Hoe doen ze dat in het dolfinarium? Nou, ik ga het gewoon vragen. Ja, we gaan er gewoon heen. Jongens, moet even wachten. Ik ga even naar het dolfinarium. Hoppa! Dag meneer, ik Hoi. Ben Cas de Reentje. Hallo. Hoi, ik ben Jurjen. Hi. Ja, ik zag de duikers de boel schoonmaken. Ik denk, nou, ik help even mee. Ik heb ook een dopje, een doekje, een sopje. Wat een lieve jongen ben jij. Ja, hè? Ja, ik heb zelf werk voor je, dus. Nou, ik ben hier eigenlijk, want ik heb een vraag. Ja? Namelijk, hoe maak je het aquarium van de dolfijnen schoon? Nou, want dat lijkt me echt een klus. Dat is zeker een klus. Nou, het is een heel flink aquarium. Het is zelfs een bassin. Hoe? Van wel 13 miljoen liter biologisch gefilterd zeewater. Bassin? Ja. 30 miljoen liter water. Nee, 13. 13 miljoen ja. liter water. Ja. Daar moet je ook niet aan denken. Maar hoe gaat het? Hoe werkt het? Nou, dat is wat ik net al zei. Er zit een biologische filter op. Een hele grote filtersysteem die dit allemaal schoonhoudt. De reden waarom wij een biologische filter hebben, is dat er andere diersoorten dan dolfijnen in leven. Zoals zebra's en... Garnaaltjes, van alles, lagere diersoort, anemoontjes, et cetera. Okay. Het nadeel daarvan is dat wij dus heel veel wiergroei hebben. Dat is dat groene? Dat is dat groene, ja. Dat is wiergroei? Ja. En dat haalt het filtratiesysteem uit het water, maar de ramen die moeten gedaan worden door de duikers. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zie ze daar met een swiffer dingetje. Ja, ja. Zit er ook zeepsop op? Nee, er zit geen zeepsop op. Nee. Dus puur zeg maar alleen maar het alg... Wegpoetsen. En nu het voorjaar begint en de temperatuur omhoog gaat, begint ook het alg harder te groeien. Dus de jongens hebben veel werk. Hoe lang zijn ze hier nou mee bezig? Nou, ze zijn wel een dag of 3-4 in de week fulltime in de delta bezig om hier het wier weg te halen, het alg. En ze hebben zelfs een soort stofzuiger om het wier en alg van de bodem af te zuigen, als het ware. Ja. Maar dat doen ze tussen de dolfijnen. Maar hebben ze daar geen last van? Nou, hun hebben meer last van de dolfijnen dan de dolfijnen last van hun. Dolfijnen vinden het wel grappig. Die spelen soms af en toe met ze. In ieder geval de ene wel, de ander niet. Vooral de jongere dieren, die vinden het wel een leuk speeltje in het water. Ja. Hoe lang is deze bas, hè? We hebben 60 meter glaswand, dus we hebben nog aardig wat ramen te gaan voor jou. Dus ik weet niet wat je al gedaan hebt. Deze. Nou, je kan het zien, hè? Ga maar lekker door. Ga ik weer verder. Dankjewel, hè? Doeg. Doeg. Jongens, is het schoon? Beneden? Ah, dankjewel. Ja, jullie waren ook goed bezig. Dankjewel. Heb je alle ramen nu al gehad? Heb je alle ramen gehad? We hebben alle ramen gedaan. Oké, okay. En wanneer mag je nog een keer? Morgen. Morgen, oké. Okay. Zelfde pakje, hè? Zelfde pakje. Goed zo, toch? Echt helden zijn het, hoor. Echt helden. Eens vragen. Hi. Hoi. Ja, dat is zout water. Hi, ik ben Cas. Hoi, Cas, ik ben Howard. Ja, een vraagje. Jullie komen net uit het water. Ja. Hoe koud is water? Het water is ongeveer 12 graden, denk ik. Dus, hoe koud is dat? Dat is koud. Dat is koud. En nat. En dan moet je dus iedere dag in? Daar moeten we elke dag in. Oké, met die luchtflessen dus? Met deze flessen met perslucht. En hoeveel kilo heb je dan op je rug? 50 kilo. 50 kilo? 50 kilo. Oh, dat is best zwaar. Dat is behoorlijk zwaar. Oh, dus als je geen luchtfles had, was je nog een stukje groter geweest? Dan was ik een stuk groter geweest. Ik word ook steeds kleiner. Nou, jullie hebben topwerk geleverd. Dankjewel. Vond je dit nou een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op het Julianatoren kanaal. En druk op het belletje, dan mis je nog meer een video. Ga je ook doen, hè? Zeker weten. Doei.